En elke beslissing die het onafhankelijk kiesbureau zal nemen in zaken de verkiezingsresultaten, zal zware consequenties hebben. Dit zegt Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het OKB, in gesprek met onze nieuwsdienst. Ze zegt dit op basis van de oproep van de vier oppositiepartijen die erop aandringen dat de OKB-voorzitter haar gezag gebruikt. Silos benadrukt dat het OKB onbevreesd is om op te treden. Echter is ze van mening dat het publiek zaken ziet die het niet begrijpt omdat er niet gecommuniceerd wordt. Het hoofdstembureau doet zijn werk in dit geval. Het hoofdstembureau communiceert het niet, waardoor er wantrouwen ontstaat. Er zijn allerlei informatie die ik nu aan het verzamelen ben om te kijken van is het inderdaad noodzakelijk dat wij overnemen of een beslissing nemen van hertellen of een beslissing nemen van herstemmen. Elke beslissing heeft zware consequenties. Ik moet voldoende basis, voldoende grond hebben. Ik heb het vorige keer gedaan in 2015, maar toen was er grond. Ja. Processen verbaal slingerden. Ja. Uit informele briefjes werd er geteld. Ja. Dat was absoluut. En u weet ook hoe al die stembiljetten vlogen door niets. Ja. Toen was er grond. En nu gebeurt dat niet. Er is publiek. Zij zien dingen die ze niet begrijpen omdat er niet gecommuniceerd wordt. Verder zegt Silos dat de stembiljetten wel herteld mogen worden. Echter moet alles goed uitgelegd worden aan het publiek, aldus de OKB-topvrouwen. Er is een procedure. De voorzitters moeten er wel bij zijn. Dus het eerste wat ik gevraagd heb aan 4, 5 van de mensen van me, is de voorzitter erbij? Ja, de voorzitter is erbij. Ik zeg oké, prima. Alles rapporteren, alles voor me vastleggen. Ik hoor dan de agitatie van de politieke partijen. Ik kan het me indenken als Ronnie Brunswijk daar is geweest en hij ziet dit. En het wordt er misschien niet goed uitgelegd. En daarnaast is er nog een ander wazig verhaal. Wat ik gecontroleerd wil hebben. Ik ga het niet hier herhalen, want dat word ik beschuldigd zomaar, maar er is een ander verhaal van een zekere persoonlijkheid die weg is gegaan met 2 zwarte zakken. Maar ik probeer dat geverifieerd te krijgen. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. Onze nieuwsdienst sprak haar vandaag naar aanleiding van de incidenten die hebben plaatsgevonden binnen het verkiezingsproces.